Franse aardbeientaart. Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd 155 gram boter in blokjes. Doe 250 gram bloem, 125 gram witte bastertsuiker, de boter, 12 gram vanillesuiker en 1 ei in de keukenmachine en meng tot een samenhangend deeg. Kneed het deeg kort met de hand en rol met de deegroller op een met bloem bestoven werkblad uit tot een ronde lap met een doorsnede van 30 centimeter. Vet de taartvorm in met wat boter. Bekleed de bodem en de randen van de vorm met het deeg. Prik met de vork gaatjes in de bodem. Bak het deeg in het midden van de oven in ongeveer 30 minuten lichtbruin en gaar. Neem uit de oven en laat in de vorm in 1 uur helemaal afkoelen. Roer met een vork 375 gram mascarpone los in een kom en meng er 3 eetlepels honing door. Verdeel het mascarpone mengsel over de taartbodem. Week 4 blaadjes gelatine 5 minuten in koud water. Verwijder ondertussen de kroontjes van 500 gram aardbeien en snijd de aardbeien in partjes. Leg de aardbeien dakpansgewijs op het mascarpone mengsel. Begin bij de korst en werk zo naar binnen. Doe 1 theelepel fijne kristalsuiker met 2 eetlepels water in een steelpan en laat de suiker oplossen. Knijp de gelatine uit en laat het oplossen in het suikerwater. Bestrijk de aardbeien met het suikerwater. Dek de taart af met vershoutfolie en laat in minimaal 30 minuten stijf worden in de koelkast. Zo maak je een Franse aardbeientaart.